Dan de DAW Reason. Reason is een beetje een typische DAW. Het idee was eigenlijk oorspronkelijk een soort rek van apparatuur die je met elkaar verbindt met virtuele touwtjes, zoals vroeger in veel studio's werd gewerkt. Met echte touwtjes maak je verbindingen tussen verschillende instrumenten en effecten. Dus je kan heel veel dingen zelf samenstellen en laten werken zoals je zelf wil. Dat is best wel visueel, dus als je heel visueel bent aangelegd, dan is Reason echt een rek waar je doorheen kan scrollen en verbindingen kan leggen. Een bepaalde manier van werken. Ook een standaard arrangement view, dus gewoon van links naar rechts werken. Oorspronkelijk werd het gemaakt door Propellerheads, tegenwoordig heet het Reason Studios. Je kan het kopen en je kan een abonnement erop nemen, dus dan betaal je maandelijks een bepaald bedrag om Reason te kunnen draaien. Het is ook een relatief licht programma, dus het is niet zo heel erg zwaar voor de computer. Dus je kan best wel wat instrumenten draaien zonder dat je computer denkt van hier kap ik mee. En de instrumenten zijn ook erg goed, dus ook behoorlijk compleet en ja, unieke instrumenten. Zowel niet nieuw als oud, retro, vintage, maar ook heel modern. En van alles wat. Dus dat zijn wel echt pluspunten. Een ander pluspunt is dat je Reason ook als aparte plugin kan draaien in een andere DAW. Dus heb je een bepaald instrument of effect of een samenstelling van instrumenten en effecten en wil je dat in een andere DAW gebruiken, dan kan je het als plugin openen in een andere DAW. En dat biedt de mogelijkheid om Reason meer als een soort van instrument te behandelen. Het is niet heel erg duur. Het is iets duurder dan een goed luxe virtueel instrument, een plugin of een bundel. Ja, het is ook een bepaalde manier van werken, juist door het rek. En ik heb het al een hele tijd. Ik heb het oorspronkelijk ooit een keertje gratis bij een geluidskaart gekregen en dan geüpdate naar een wat grotere versie. En ja, het werkt vrij soepel. En dat rek ziet er ook heel erg leuk uit. Het is heel erg leuk om unieke combinaties mee te maken. Dus dat vind ik tof aan Reason. Heb je nou nog vragen, opmerkingen? Je kan me bereiken op mijn website soundgeek.nl. Uiteraard ook comments, likes en subscribes bij YouTube. Heb je nog opmerkingen? Ook altijd welkom over hoe ik mijn video's kan verbeteren, wat je graag zou willen zien en meer van dat.